Hoi, ik ga jullie uitleggen wat het weer is. Het weer is de situatie van de atmosfeer op een tijdstip. Het verandert dus steeds. Het weer speelt zich hoofdzakelijk af in de troposfeer. Dat is het onderste deel van de dampkring. De belangrijkste weerelementen zijn temperatuur, wind, bewolking en neerslag. Onder neerslag valt natuurlijk ook regen, hagel en sneeuw. Deze vier bepalen hoe wij het weer ervaren. Er zijn er nog meer, zoals bijvoorbeeld luchtdruk. Er zijn ook bijzondere weersverschijnselen, zoals onweer, ijzel en ga zo maar door. Dit was het einde van mijn uitleg over het weer. Hoi en welkom bij het weerbericht. Boven in Nederland, in het noorden, is het 19 graden bij Friesland en Groningen. En Drenthe, daar in de buurt, 19 graden, bewolkt met wat regen. Dan rond Noord-Holland en Zuid-Holland, ja, Noord-Holland, is het 18 graden en een beetje regen. Dus boven vooral regen en rond de 18, 19 graden. In het midden van Nederland is het 20 graden met een beetje regenval, bewolkt en een klein beetje zon. Dan gaan we door naar het zuiden. Naar het oosten van Nederland. Daar is het 23 graden. Een beetje bewolkt, maar wel een mooi zonnetje die door de wolken heen komt. Dan gaan we naar Zeeland. Daar is het 21 graden. Lekker wel bewolkt met een klein zonnetje die doorkomt. Dan gaan we lekker naar Limburg. In Limburg is het lekker 27 graden. Misschien in de loop van de dag worden het nog 28, we weten niet. Met een lekker zonnetje. Dit was het. En nu door met het Limburgse weer, zoals jullie hebben gezien. In het noorden is het 11 graden en vooral bewolkt. In het midden van Limburg is het 10 graden en ook een beetje bewolkt. En in het zuiden 9 graden en een beetje bewolkt en een beetje regen. Dus zoals jullie kunnen zien is het overal wel bewolkt. Dit was het weer over Limburg. En dat was het.